Hoe vaak, ja, hoe vaak heb ik het nou al niet gehad over truttigheid in Nederland? Nou, ik weet het niet. Wel een keertje of 4, 5 al. En nu wordt voor de zoveelste keer, ja, het bewijs weer geleverd. Ja, want ik heb al zo vaak gezegd, wat is er gebeurd? Want 10 jaar geleden, 15 jaar geleden, toen kwam ik voor het eerst weer op het strand. En hup, weg waren de blote tieten. Helemaal weg. Had iemand kennelijk tuut op een fluitje geblazen. En ze hadden allemaal besloten, dat doen we niet meer. En daar was dus de nieuwe, want zo noem ik het, de nieuwe truttigheid. Want de oude truttigheid, dat was in de jaren 50. Toen mocht dat natuurlijk allemaal niet. En nu mag het nog steeds niet. En die jongeren van nu, die zijn ook nog steeds ontzettend druttig eigenlijk. Ja, want het is huisje, boompje, beestje. We willen trouwen, we willen kindertjes. En ook niet te veel bloot en zo. Het is allemaal, jongen. Het is EO-landdag. Dat is het met elkaar de hele dag. En dat is Nederland op dit moment. En dat bewijst de KNVB. Ja, want wat is er aan de hand, beste vrienden? Ja, in Drenthe weten ze al lang waar ik naartoe ga. FC Emmen, die heeft een sponsorcontract. Kunnen ze afsluiten met Easy Toys. Nou, Easy Toys, dat is van sekspeeltjes en noem het allemaal maar op. En verder niks, dat is het dan. En die kan je online bestellen en die sturen die mensen weg. Nou, en dan kon Emmen, die kan daar 500.000 aan opstrijken. Elk jaar weer. En de komende jaren zou Easy Toys dan sponsor zijn bij FC Emmen. Wat zegt de truttige KNVB? KNVB zegt, dat mag niet. Dat is niet fatsoenlijk. Ha! Jongen, wat is dit? En dan moeten ze in Drenthe en bij Emmen ook verschrikkelijk om lachen natuurlijk. Want wij denken, Drenthe en Emmen, daar zullen ze wel heel erg truttig zijn. Nee, want die lopen voorop. Die denken ruim. Die hebben nergens last van. Elke huisvrouw in Drenthe heeft 2 dildo's. Wat denken jullie nou? Natuurlijk. 1 in de keuken en 1 in de slaapkamer. Zo zit het. Ja. En wij denken maar van, oeh, nee, maar die veren al in de hooimeid daar in Drenthe. En die veren nog steeds door, lekker veren allemaal met z'n allen. Die zitten nergens mee, maar wel de KNVB. Ja, want dat is allemaal truttigheid, kent geen tijd. En dan wordt dat verboden. Nou, het is om te gillen van het lachen. Ik ben het er totaal niet mee eens. En jongens in Emmen, pak ze aan die KNVB.